Toonkunst Almelo repeteert in Hof 88 voor de uitvoering van de Johannes Passion van Johann Sebastian Bach op vrijdag 11 april in de Grote Kerk. Wij gaan de Johannes Passion van Johann Sebastian Bach zingen. Wat is er zo bijzonder aan de Johannes Passion? De Matthäus Passion, heel bekend, maar Johannes Passion? De Johannes Passion is ouder, eerder geschreven, dramatischer. De delen zitten korter op elkaar, wat grotere contrasten. Andere indeling van aria's, andere manier van vertellen, omdat het een andere bron heeft. Hè. Matthäus is het Matthäus verhaal, dit is Johannes. En daardoor ook wel spectaculair. De Matthäus Passion eindigt in rouw eigenlijk. Hoe is dat met de Johannes Passion? De Johannes Passion eindigt met een koraal waarin eigenlijk wordt gezegd van de bevrijding is daar, doordat Jezus gestorven is, is er nu bevrijding voor de mensheid. En daarmee eindigt het wel ingetogen, maar niet in rouw. Als u die twee zou vergelijken, wat zou u van het karakter ervan zeggen? Het karakter van de Matthäus Passion is meer gericht op hoe ik als mens het passieverhaal ervaar. En de Johannes Passion is toch meer een universeel verhaal waarbij de bevrijding van tevoren een plan is en dat wordt uitgevoerd. Dus dat is minder persoonlijk betrokken, maar meer een verhaal wat gewoon verteld wordt en daarmee beleefd wordt, maar niet vanuit mijn innerlijke geloof, maar meer vanuit een historisch perspectief, misschien een beetje. Ja. Ja. Hoe ervaren de leden van Toonkunst deze passion? Ja, volgens mij zingen ze hem graag. En we repeteren hard en serieus. En volgens mij hebben ze er veel plezier aan. Ja. Thank you.